Uniso Journaal. Actuele info voor ondernemers. Op vraag van Uniso, solde 1 maand uitgesteld. Een oproep om leveranciers en huur te betalen, de nood aan bijkomende maatregelen en een nieuwe website van de overheid. Koopinjebuurt.be. Beste ondernemer, welkom bij het Uniso Journaal. Het is de 24e dag van de lockdown. En vandaag is ook de dag dat de solden worden uitgesteld. Uniso was hier vragende partij voor. En waarom is dit belangrijk? Wel, heel veel winkels, zowel kledingzaken als schoenenzaken als andere retailzaken, hebben heel veel geïnvesteerd in hun voorraden, maar hebben de afgelopen weken en de komende weken geen mogelijkheid om goed te verkopen. Alleen via online kunnen zij nog verkopen. En dat wil zeggen dat zij een hele lange periode hun normale marges niet hebben kunnen toepassen. Wel, door de solden 1 maand uit te stellen en ook de sperperiode waarop je geen kortingen mag geven 1 maand uit te stellen, zorgen we ervoor dat je toch iets langer aan de normale marges kan verkopen. En we roepen de overheid ook op om goed na te kijken dat zowel de sperperiode als de soldenperiode goed wordt opgevolgd. En vooral dan uiteraard ten aanzien van de concurrentie die via de internationale online shops wordt gedaan. Het is perfect mogelijk om vanuit economische zaken die controles te doen, dus we roepen de overheid ook op om dat te doen. We weten dat er een aantal sectoren zijn die misschien minder gelukkig zijn. We denken in de eerste instantie aan onze meubelsector, maar ook daar gaan we kijken hoe zij toch nog de mogelijkheid hebben om hun meubels op een goede manier ook in juli al aan de man te kunnen brengen. In ieder geval, we kunnen ervoor zorgen dat heel wat retailers een normalere marge voor een langere periode kunnen aanhouden en de solden die kunnen we doen in augustus. Een tweede topic van vandaag is een topic die ik eigenlijk enkele weken geleden ook al naar voren heb gebracht. Namelijk dat het heel belangrijk is dat iedereen zoveel mogelijk zijn facturen blijft betalen. We stellen hoe langer hoe meer vast dat er soms oproepen zijn om te zeggen van kijk, we stoppen met het betalen van facturen, want het gaat op dit moment heel erg moeilijk. Wel, dit is een hele slechte zaak, want dit is een domino-effect. Als u uw factuur niet betaalt aan uw leverancier, kan die leverancier op zijn beurt de factuur niet betalen aan zijn leverancier, en krijgen we een bijzonder negatief effect op onze economie. Dus de oproep is, blijf zoveel als mogelijk voldoen aan de financiële verplichtingen die u als onderneming heeft. Hoe moet u dan te werk gaan wanneer u het toch moeilijk heeft? Wel, in eerste instantie zijn er de overbruggingsmogelijkheden die door de banken moeten aangeboden worden. We weten dat we nog steeds wachten op de details daarover, maar die zouden nu toch een van deze dagen moeten komen. Maar desalniettemin, ga praten met uw bank indien u een overbruggingskrediet nodig heeft. En in tweede instantie, als zelfs dat niet helpt, ga praten met uw leverancier. Ga rond de tafel zitten met diegene waaraan u facturen moet betalen om op die manier tot een goede oplossing te komen. Maar het gewoon staken van betalingen is geen goed idee, want het zal een domino-effect in onze ganse economie teweeg brengen. Het betalen van facturen, en ik weet dat dit een hele moeilijke zal zijn, geldt eigenlijk ook voor de huur. We weten dat er gigantisch veel ondernemers zijn die nu verplicht moeten sluiten en kreunen onder de zware huurlasten. Daar moeten we absoluut een oplossing voor vinden. Maar weet dat heel vaak de eigenaars van panden ook ondernemers zijn die ook verplichtingen hebben. Dus ook daar weer roepen we op om vooral rond de tafel te gaan zitten en te kijken wat er mogelijk is. Samen met de Vlaamse regering kijken we ook of er daar algemeen een oplossing kan gegeven worden. En het voorstel van Uniso zou zijn om zoveel mogelijk de peer in twee te doen, waarbij een deel van de last door de verhuurder wordt op zich genomen en een ander deel van de last door de huurder wel degelijk wordt voldaan, maar met ondersteuning van de Vlaamse overheid om ervoor te zorgen dat er geen liquiditeitsproblemen komen. Algemene oproep, het is belangrijk dat de facturen die er liggen zoveel als mogelijk betaald worden, want anders krijgen we een heel negatief domino-effect in onze economie. En dan zou ik het nog even willen hebben over de zogenaamde bazooka. Wat bedoelt men met de bazooka? Wel, er zijn al een heel aantal maatregelen geweest ter ondersteuning van ondernemingen, meestal wat kleinere maatregelen, die voor de ene onderneming voldoende zijn, maar voor veel andere ondernemingen niet. Waar we eigenlijk nog op wachten is een pakket aan maatregelen die voor de ganse economie gaan gelden. Die eigenlijk tegemoetkomen aan die bedrijven die een heel groot verlies hebben geleden. En om daaraan tegemoetkomen kijken we vooral naar een heel aantal fiscale maatregelen. Er is bijvoorbeeld het zogenaamde carryback systeem. Kunnen we niet de eventuele tekorten die we of verliezen die we dit jaar gaan boeken ten laste nemen van het vorige jaar of eventueel zelfs van de winst van het jaar daarvoor om op die manier ook meer ruimte te maken. Er is de zogenaamde tax shelter. Er zijn de mogelijkheden van verhoogde belastingaftrek en we hebben ook
voorstellen bijvoorbeeld om de win-win-lening, dat is een lening die u niet bij de bank, maar bij familie of vrienden kan halen, om ook die mogelijkheden uit te breiden. Met andere woorden, er wordt nu gewerkt aan een algemene maatregel, niet voor één sector of één soort bedrijven, maar voor alle bedrijven die grote verliezen lijden, om ervoor te zorgen dat zij toch op een of andere manier ook door deze crisis raken. De voorstellen worden nu geformuleerd. We zullen uiteraard pas binnen gereden tijd kunnen weten welke maatregelen uiteindelijk door de regering genomen zullen worden. Op dat moment komen we daarop uiteraard uitgebreid terug. En eindigen wil ik toch een beetje met een vrolijke noot vandaag. Want, beste ondernemer, het is vandaag Goede Vrijdag, dat wil zeggen de vrijdag voor Pasen. We staan voor een paasweekend en ik hoop dat u daar allemaal toch een beetje van kan genieten. En Pasen, dat vieren we met chocolade-eieren. En nu weten we dat alle chocolatiers en bakkers in de afgelopen weken open zijn geweest. En vele chocolatiers hebben niet echt veel omzet gehad. Wel, dat kunnen we goed maken. We roepen u dus allemaal op om ervoor te zorgen dat u de juiste paaseieren kan verspreiden aanstaande zondag op Pasen. En als u die nog niet in huis zou hebben, ga ze gerust kopen bij uw bakker of chocolatier. En moet u er een vinden? Wel, dan is er een nieuwe tool. Want gisteren verspreidde de Vlaamse overheid de website www.inyebuurt.be. En als u daarop gaat kijken, dan kan u ook klikken op de button van Unizo om op onze winkelierssite te zoeken naar bijvoorbeeld een chocolatier in uw buurt. Heeft u zelf een onderneming of een handelszaak waarop u ook online beschikbaar bent, dan kan u via winkelhier.be trouwens ook nog altijd registreren om ook op deze zoekmotor gevonden kan worden. Dus ik hoop alleszins dat u een leuk paasweekend met veel paaseieren zal hebben de komende dagen. Dat was mijn boodschap voor u voor vandaag. We zien elkaar weer volgende week dinsdag voor een nieuw Unizo-journaal. Hou het gezond en zoals u weet, u staat er niet alleen voor.